Eerste dinsdag in de maand, 's avonds, 7:30. Ja. Stonewall Café, transgender café. Ja. Zullen we naar binnen toe gaan? Niet iedere transgender gaat zomaar uit in een vreemd café. En om die gelegenheid te bieden voor die mensen die dat nog niet durven, hebben we 3 jaar geleden een transgender café opgericht. Nou, ik ben heel blij dat het er is en ik ben blij dat het zo goed loopt dat het nu elke maand kan plaatsvinden. En ik denk dat het in een hele grote behoefte voorziet. Ik ben nog heel erg vroeg in het proces en ik weet nog eigenlijk heel weinig ervan. Dus het hier zijn en het luisteren naar verhalen en horen de ervaring die anderen hebben, helpt mij een heleboel te herkennen van dat ik niet zo gek ben. Het is een plek waar je echt helemaal jezelf kan zijn. Ook al is het maar 1 keer in de maand, het is gewoon echt helemaal zonder vooroordelen, zonder mensen die raar kijken. Echt fijn. En daarom is dat. Het is belangrijk. De een durft het wel zo over straat te gaan en de ander niet. En juist voor diegenen die dat niet durven, die dus nog die weerstand hebben en die drempel over moeten, is dit café. En daarvoor is dat juist zo belangrijk. Voor die mensen die dus nog niet die stap hebben gezet om in het sociale verkeer gewoon als zichzelf naar buiten te gaan. Dus een bruggetje naar. Vroeger had je ook alleen mannencafés. Hè? En daar kwamen dan geen vrouwen. En dan kwam na de tijd de vrouwen er dan ook bij. Toen kwamen de cafés voor homo's. Dat was al wat. En daarna nu de transgenders. Misschien over een tijd dat het dus... En dan hebben we het wel over een hele lange tijd, denk ik, dat er gewoon iedereen kan zichzelf zijn. Dat duurt denk ik nog even. De bedoeling is dat we om de maand een themaavond hebben. Vanavond hebben we toevallig roze en blauw hier in huis. Wij zijn landelijk actief en het bestaat al wel ruim 20 jaar. Het is ooit begonnen in Amsterdam met de Gay Games. Dus Ellie Lust was de grondlegger van roze en blauw. Om laagdrempelig te zijn naar burgers toe, om naar de politie te stappen op het moment dat er een strafbaar feit gepleegd wordt. Wat te maken heeft echt met je identiteit. Stonewall is normaal gesproken het is het homocafé van Twente en Achterhoek. Ook op de normale openingsdagen is het al een smeltkroes. En de mensen die achter de bar staan zijn gewend om andere mensen te ontmoeten en staan daar open voor. Wat is je favoriete plek hier in Enschede en waarom? Ja, toch denk ik wel het Stonewall Café. Van, omdat het toch wel een familiegevoel geeft van omdat je hier thuis komt. Ik heb het gevoel dat ik steeds meer mezelf mag zijn. Dat is iets dat aan het goede is. Ja. Maar dat, hier krijg je wel de ruimte ervoor. Wat ik mis is eigenlijk een kledingzaak voor transgenders. Want je hebt dan nog een vrouwenlijf, maar je wil mannenkleding aan. En dat is lastig. En andersom is het ook. Dat zijn dan de transvrouwen, hebben echt nog een beetje een mannenlijf, maar die willen mooie kleren aan. Ja, je hebt transmannen, die hebben maatje 37, 38. Maar je hebt transvrouwen met maat 45. Ja, waar moet je dan heen? Een van de belangrijkste dingen die we hier heel graag hebben, is de transgenderzorg hier in Enschede. En daar zijn we hard mee bezig.